Het grote boek. Het grote boek achterin. Ja. Kom ruimte. Laat de stad maar binnen. Ja. Ah, heren. Heren, sorry. Absoluut geen tijd hoor. Gek uit deze weken. Gaat u maar een kopje koffie drinken. Dit staat 1, 2. De tweede rechts is de snakkoknak. Zeg maar dat er voor Sinterklaas komt. Hè? Nee, geen tijd. Maar dankbaar werk, hè. Dankbaar. Zo. Kokkie! Hé, ben u dan nog toch? Wat zei ik nog naar beneden, heren? Tot mijn grote spijt, geen pepernootje tijd, moet over 10 minuten weer op de doopsgezinde peuterkruis zijn. Op, zie op, jongen. Pa! Hou er buiten op, hou er buiten. Ben je nou al? Koffie, hou er buiten, kok. Was nog niet rood, Mira. Ze hadden ineens een paar gereken. De bisschop van Mira heb ik 15 jaar lang bestudeerd, voordat ik zijn motoriek, zijn mimiek en het Spaanse accent van de steek had, voordat ik überhaupt dit habit aandorst. Jazeker. Koffie komt eraan, kok. Hou je er buiten, kok. Hè? Maar die dingen worden door de mensen niet meer herkend. Jammer. Struikelde die ook zo vaak? Nee, ap. Nee, zwarte ap. De bisschop van Mira struikelde niet. Hè? Omdat in die tijd en in mijn jonge jaren, daar werd nou opgestaan voor Sinterklaas, werd gesidderd. In de houding stond men. Hè? En tegenwoordig, hè? Je ziet ze toch voorrijden in een verroest Volkswagenbusje. En gaan we rode cape omgooien, wat kreppapier, schande. En om 11 uur 's ochtends zijn ze al dronken, dankjewel kokkie. 11 uur 's ochtends zijn ze al dronken. En ze doen maar wat, en ze, iedereen is zoet geweest, en niks grote boek bij zich. En ik heb het weer gezien, die ander die er was. Gooi de hele rotsen maar weg, gooi dat snoepgoed maar, en lijfstraf van Homer. Niks komt er, dat is ik ook. Wat gaat er op balen? Op balen? Nou, hoe zal ik je vertellen? Talen, kale, verhalen, sierzalen, laserstralen, kielhalen. Jazeker, dankjewel. En mondgeur? Op mondgeur, voorkeur, tochtdeur, strontkleur. Ik ben namelijk bezig met het schrijven van een heel nieuw Nederlands rijmwoordenboek van 18.000 pagina's dundruk. Moet ik nog een uitgever verzoeken. Helaas, afschiet op, kopje op, ga weg. Moeten we doen. Nee, pa! Nee, pa. Leuk. Hopla, hoepla, 2K. En sterkte hoor, vanmiddag. Zo, zo, dacht jij dat? Dacht jij dat, dat jij... Ja, goed. Goed, dan hoef jij niet meer op een presentje te rekenen met Sinterklaas. En dan wil Sinterklaas ook geen presentje meer van Zwarte Piet. Is dat duidelijk? Ja! Juist! Kokkie, weet je dat het jou uitstekend zou staan? Wat? De Zwarte Piet. Nou, reken maar. Zou je uitstekend staan? Reken maar. Smeer het maar in mijn haar. Goed, dan ga ik wel alleen. Dan ga ik wel alleen weer naar de scholen heen te spelen Sinterklaas. Zonder Pieter Baas. Ga je met de tram? Nee, ik ga met de wagen en dat hoef je niet te vragen. Cor, je hebt geen rijbewijs. Ik heb 85 rijlessen gehad, kokkie, en dat is meer dan jij. Wat hij vlug daarop nog zei. Dag, Cor. En toen drukte hij zijn snor. En ging er alleen vandoor. Op! Niet voor Sinterklaas, nog geen muizen bij de lezen. En omdat je bent een stoute Piet, krijg jij de kerstboom dit jaar ook weer niet. Je kan helemaal niet zijn. En de oliebollen wil ik ook niet. En ook geen handel van broer. En als je dat maar weet, krijg je met mijn staf voor je dikke billen. Mijn naam is Cor van der Laak en wil hierom dat als er nog iets van dit Nederland terecht wil komen, ja, dat wij de kinderen dan zo jong mogelijk angst en gehoorzaamheid voor de autoriteiten moeten bijbrengen. En vandaar dat ik als fulltime prodeo pedagoog. Wel. Geen druppel gedronken, alleen kopje koffie thuis, wat mijn zoon heeft gezet, Café Dap. Nee, is niet waar. Mijn vrouw had een koffie gezet, mijn vrouw kok heeft een koffie gezet. Maar als u mijn vrouw kok erbuiten wil laten, heel graag agent. Gewoon een mooi bureau heeft u hier. Maar ook uw collega, goedemiddag. Had ik geloof ik nog niet gezegd, had ik nog niet goedemiddag gewenst. Zult het wel genoeg van de Laak? Goed, commissaris. Van die dingen, ja, van die dingen. Je merkt nou achteraf pas hoe dom ze eigenlijk zijn, de hoeren. Dus rekenen kunnen ze allemaal natuurlijk wel. Maar een goed gesprek was er eigenlijk nooit bij. En ik hou daarvan, van een goed gesprek met een mooie vrouw.
Maar ik kan hem natuurlijk moeilijk op straat tegen een mooie vrouw gaan zeggen... mevrouw, mag ik even een goed gesprek met u voeren? Dus je blijft toch aangewezen op de hoeren.